Vanaf 1 januari 2024 wordt Remote ID voor bijna elke drone-operator verplicht. En mocht jouw drone nou niet uit de doos met Remote ID-compliance komen, dan hebben wij een aantal modules voor je hoe je daar toch voor kunt zorgen. In deze video gaan we je daar alles over vertellen. In onze vorige video hebben we uitgelegd wat Remote ID precies inhoudt en welke verschillende technieken er binnen Remote ID zijn. Ook hebben we uitgelegd wanneer en waarom je daar als operator aan moet voldoen. In deze video gaan we wat meer naar de praktische kant kijken. Er zijn een aantal drones die uit de doos komen met Remote ID compliance. En dan hoef je eigenlijk alleen in de app je exploitantnummer in te vullen en ben je klaar. Maar er zijn ook een aantal drones die dat uit de doos niet hebben, maar die wel Remote ID in. Compliant moeten zijn. Daarom hebben we een aantal verschillende opties en modules om achteraf je drone remote ID compliant te maken. We hebben daarvoor de producten van DroneTech en we beginnen met de grootste kant-en-klare module uit het assortiment: dat is de DroneTech Mini. De DroneTech Mini is eigenlijk de uitgebreidste variant, want deze heeft een combinatie van direct remote ID en netwerk remote ID. Je ziet aan de voorkant een paar statuslampjes. Aan de zijkant een grote aan- en uitknop. We hebben aan de andere kant twee externe antenne-aansluitingen zitten, zodat je voor zowel de 4G als voor de Bluetooth een externe antenne kunt aansluiten. En aan de onderkant de USB-aansluiting en de integratiepoort, mocht je hem eventueel op een flight controller willen koppelen. De DroneTech Mini is dus een module die zowel netwerk als direct remote ID doet. En zoals we in een andere video uitlegden, betekent dat dat deze dus ook 4G aan boord heeft, waardoor die niet alleen lokaal via Bluetooth de informatie verstuurt, maar ook via 4G rechtstreeks die informatie kan delen. De antennes voor alles, dus voor 4G, Bluetooth en GPS, zijn in basis ingebouwd in de unit, maar mocht je het kastje nou echt in je drone willen bouwen, dan heb je dus twee externe antenne aansluitingen om voor de Bluetooth of de LTE verbinding een externe antenne aan te sluiten. De ingebouwde batterij van de DroneTech Mini gaat ongeveer 14 uur mee en die kun je makkelijk via USB weer opladen, mocht dat nodig zijn. Nou, daarnaast hebben we nog een maatje kleiner in de kant klare modules en dat is deze DroneTech Beacon. De DroneTech Beacon is een stuk kleiner. Dit is een moduletje die zo'n 16 gram weegt en eigenlijk als grootste verschil heeft dat deze geen netwerk Remote ID heeft. Dus hij voldoet volledig aan de Direct Remote ID-eisen en heeft daardoor een GPS en een Bluetooth-ontvanger ingebouwd. Je ziet ook wederom aan de bovenkant een paar statuslampjes. Je ziet de aan- en uitknop aan de zijkant. En aan de bovenkant een aansluiting om een losse Bluetooth antenne aan te sluiten. Aan de achterkant zit weer de dubbelzijdig glitterband zodat je hem ook makkelijk los op je drone kan plakken. Nou, deze module is dus een stuk kleiner en lichter. Deze weegt 16 gram, maar heeft dus ook eh, GPS en Bluetooth antennes en ontvanger ingebouwd. En doet dus enkel direct remote ID, wat in basis voldoende is om compliant te zijn. De batterij draagt iets langer mee dan zijn grote broertje en deze kan dus tot zo'n 16 uur. Op een batterij meegaan zodat je makkelijk een hele dag kunt vliegen zonder dat je hem tussendoor hoeft bij te laden. Nou, los van deze twee kant-en-klare systemen hebben we ook nog een paar mogelijkheden voor wat meer zelfbouw en dronefabrikanten. Dan beginnen we eigenlijk met de DroneTech BS. De DroneTech BS is een klein kant-en-klaar chipje. Van ongeveer een gram, dus echt een heel klein chipje. En deze heeft qua functionaliteit in basis eigenlijk hetzelfde als de het Dronetech Beacon. Dus er zit een GPS ontvanger in, er zit een Bluetooth ontvanger in. Je ziet hier aan de bovenkant twee kleine antenne aansluitingen want hij heeft geen ingebouwde antenne. Dus er zitten twee dunne sprit-antennetjes bij die je daarop kunt aansluiten. En er zit ook geen batterijvoeding ingebouwd. Dus je zult dit chipje altijd vanuit je drone moeten voeden of met een los batterijtje. Nou, die DroneTech BS is dus eigenlijk een kant-en-klaar dingetje, maar wel gemaakt voor zelf in te bouwen of zelf aan het toestel te doen. En is daardoor voornamelijk gemaakt voor zelfbouwdrones, FPV-vliegers en eventueel dronefabrikanten die makkelijk hun drone Remote ID compliant willen maken. Hij heeft dus geen ingebouwde antennes, dus je moet altijd die losse antennetjes erop aansluiten. Hij heeft geen ingebouwde batterij, dus je moet altijd gevoed worden vanuit de drone of vanuit een losse batterij. Maar hij is wel heel erg compact en heel erg makkelijk in te bouwen in een drone. Als laatste variant hierop hebben we de DroneTech DRI, de Direct Integration. En dat is eigenlijk bijna hetzelfde als de BS, met als grote verschil dat de DRI geen ingebouwde GPS-ontvanger heeft. Je ziet daardoor dat de twee grotere stekkers op dit printje zitten aan de zijkanten. En die zorgen er eigenlijk voor dat je hem kunt aansluiten op een flight controller. De DroneTech DRI heeft altijd verbinding met een GPS-ontvanger of een flight controller nodig om de locatiegegevens te krijgen, omdat hij dus geen GPS-ontvanger ingebouwd heeft. Zonder dat kan die dus niet functioneren. We hebben hem in twee varianten. Ik leg ze hier even naast elkaar. Het zijn bijna dezelfde varianten. Maar als je goed kijkt, zul je het verschil zien. En het verschil zit hier aan de bovenkant. Het verschil is dat deze een ingebouwde antenne heeft en je dus voor het bluetooth verhaal geen aparte antenne hoeft aan te sluiten. En die andere heeft wel een aparte antenne aansluiting en daar kun je dus een los antennetje zoals dit op aansluiten wederom om ervoor te zorgen dat op het moment dat je dit chipje in je drone bouwt, dat je die antenne goed naar buiten kan werken zodat het signaal aan de buitenkant altijd goed is. Die DRI is dus voornamelijk voor fabrikanten bedoeld, maar kan technisch gezien ook voor zelfbouw en FPV gebruikt worden. Heeft dus afhankelijk van de variant die je pakt, of de ingebouwde antenne of de externe Bluetooth antenne, weegt anderhalve gram zonder de externe antenne en heeft een klein schroefgaatje zodat je hem makkelijk kan bevestigen aan de binnenzijde van je drone. Nou, voor al deze apparaten en chips geldt eigenlijk dat je ze natuurlijk moet programmeren met de informatie van jouw Remote ID, voornamelijk je exploitantnummer. Voor alle apparaten is er de DroneTag app. En via de DroneTech Toolbox kun je alle instellingen van die chip instellen. Je kunt je standnummer aanpassen, maar je kunt ook wat basisinstellingen wijzigen over bijvoorbeeld bij de Mini het gebruik van de 4G-verbinding en nog wat andere externe zaken op het moment dat je hem bijvoorbeeld koppelt aan je flight controller. Dus dat kun je allemaal eenvoudig via de DroneTech app aanpassen. Daarnaast bij de DroneTech Mini stuurt hij natuurlijk ook zijn informatie via internet door en dan zou je die app ook los. De informatie die via 4G binnenkomt, nog kunnen zien zonder dat je direct in de buurt van die tech bent. Dus dan zou je via die app ook op afstand kunnen zien waar jouw drone tech op dat moment vliegt. Nou, met het Drone Tech assortiment hebben we een heel mooi aantal producten waarmee we klanten kunnen helpen om hun drone Remote ID compliant te maken. Van volledig kant-en-klare oplossingen tot oplossingen die ingebouwd moeten of kunnen worden. Mocht je nou meer vragen over deze Drone Tech producten hebben of over Remote ID, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze winkels.